allemaal, welkom bij deze nieuwe video op kanaal Ethical Gains. Mijn naam is Timo en in deze video ga ik uitleggen waarom de boeken van Sonja Bakker totale onzin zijn. Echt totale onzin. Helemaal lage koek, helemaal welke synoniemen er nog meer zijn voor stom. Ik zou het enorm waarderen als je op de like klikt en dan gaan we gelijk beginnen met de video. Can't hold back your light and expect to win. Gotta go harder. Oh, you've gotta learn. Don't suppress your fire, baby, let it burn. Be who you are. Nobody can take that away from you. Oh, straight from the heart. No playing games. You gotta be Oké, dus waarom zijn de boeken van Sonja Bakker, en bijvoorbeeld hier heb ik één boek van, maar in de kast liggen nog veel en veel meer boeken van haar, met de welbekende weekmenu's, waarom zijn die totale onzin? Nou. En ik ga het in deze video vooral hebben over waarom ze onzin zijn als je bijvoorbeeld wil afvallen, waarom ze onzin zijn als je langdurig resultaat wil boeken, en niet zozeer omdat ze onzin zijn omdat ze ook vol met dierlijke producten staan. En we zijn er al uit, dierlijke producten consumeren is moreel gezien verkeerd, omdat we het niet nodig hebben voor onze gezondheid of om goed te presteren. Dus het leed wat we die dieren aandoen is dus totaal onnodig en daarom dus ook verkeerd om te doen. Maar dat laten we eventjes buiten beschouwing. We gaan nu puur en alleen naar de calorieën kijken. Hoe zijn die boeken opgesteld? Hoe zijn de weekmenu's opgesteld? En klopt de informatie die zij deelt wel? En wanneer zou je naar deze boeken moeten luisteren? Wanneer zou je deze boeken moeten volgen? En wanneer zou je dat niet moeten doen? Dat gaan we behandelen in deze video. En dan gaan we gelijk het eerste punt behandelen die je eigenlijk zelf al kan bedenken als je logisch beredeneert. Want ieder jaar, nu zeg ik maar iets, maar volgens mij is het dat ze twee keer per jaar brengt ze zo'n nieuw boek uit met bijvoorbeeld 8 nieuwe weekmenu's. En dan succesverhalen staan er dan nog tussen en weetjes, feitjes. En dan zijn ze gebaseerd, dan heb je 8 weekmenu's voor man, vrouw en kind. En die brengt ze 2 keer per jaar uit. Nou, dan zou je dus denken dat als die boeken daadwerkelijk zoveel effect hebben, dan hoeven ze maar 1 boek te hebben, die mensen volgen, daarna behalen ze resultaat en dan hebben ze een langdurig resultaat. Dus dan zou je denken, 1 boek is dan toch genoeg? Maar nee, ieder jaar brengt ze weer 2 nieuwe boeken uit en die worden steeds maar weer verkocht en vaak aan dezelfde mensen. Aangezien die mensen dus geen resultaten boeken met deze boeken. Zelf was ik hier ook eentje van toen ik kind was, laten we zeggen 12 tot 16 misschien. En dan viel ik altijd af, misschien 6 tot 8 weken viel ik af, volgde ik die schema strikt en na die 8 weken dacht ik, en nu? Want er wordt 0% van de principes achter het afvallen geleerd in deze boeken. En deze schema's, het zijn 3 verschillende schema's, gebaseerd op vrouw, man en kind. Terwijl de behoeftes van een vrouw, de behoeftes van een man, de behoeftes van een kind zijn per persoon zo ongelooflijk verschillend. Want het scheelt namelijk hoe lang je bent, hoe zwaar je bent, hoeveel je beweegt, je precieze leeftijd. En er zijn zoveel verschillende factoren die daarin meespelen. Dus je kan niet zeggen, een vrouw van 1,50 moet evenveel eten als een vrouw van 1,90. Dat is gewoon totaal onzin. En als die vrouw van 1,90 dit boek bijvoorbeeld volgt, dan is zij na 4 weken, 6 weken helemaal mentaal gesloopt omdat ze gewoon zichzelf aan het verhongeren is. Dat is 1 punt van dit boek, of van de Sonja Bakker boeken, waarom ze gewoon totale onzin zijn. Maar we gaan eventjes na 1 schema. Week 1. Nou, dan staat er hè, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Nou, dan gaan we naar maandag. Maandag, ontbijt, 150 gram magere vruchtenkwark. 1 schaaltje gemengd fruit naar keuze. 150 gram magere vruchtenkwark is natuurlijk echt veel en veel te weinig om gevuld te raken. Je krijgt daardoor dus veel te veel honger de hele dag door. Als je een gemiddeld persoon bent, als je super klein bent, natuurlijk, dan kan dat misschien vullen voor jou. Maar grote kans van niet. Tussendoor, 2 mandarijnen. Weer, totaal niet vullend. Lunch, een half bakje Griekse kant-en-klare maaltijdsalade. 2 volkoren crackers, 1 glas magere yoghurtdrink. Nou, we weten allemaal hoe ongezond zuivel is, dus fijn dat je dat erin zet, mevrouw Bakker. Maar ja, zo'n halve kant-en-klare maaltijdsalade, de Griekse maaltijdsalade, zal misschien 300 calorieën hebben. 2 volkoren crackers. Nou, staat dat je er dan niks op mag, dus je eet droge volkoren crackers. Dus het is niet alleen weinig, het is ook niet lekker. Tenminste, ik zou het
totaal niet lekker vinden. Ik vond het ook totaal niet lekker. Dus dan heb je dat. 1 glas magere yoghurt drink. Nou, dat is ook weer 100 calorieën erbij. Dus dan kom je uit op 400, misschien 500 calorieën voor de lunch. Laten we zeggen dat je in totaal nu 700 tot 800 calorieën. Dit zeg ik gewoon aan mijn hoofd, hè. 700 tot 800 calorieën tot en met de lunch hebt. Dan 1 kop opkikker. Nou, opkikker heeft volgens mij 40 calorieën of zoiets. Als tussendoor. Vult weer totaal niet een bekertje drinken. Dan kun je, waarom zegt ze hier niet eet een kilo wortels, eet een kilo groenten. Dat vult tenminste, dat heeft super weinig calorieën. Dan 205 en dan, oh ja, dit is mooi. Staat het diner tussen haakjes koolhydraatarm. Koolhydraatarm. We leven nu in een tijd, 2020, dat je eventjes kan googlen, zijn koolhydraten slecht voor je? Is koolhydraatarm eten, is dat de key to succes? Waar dienen koolhydraten voor? Koolhydraten is de main energie voor jouw lichaam. Het is het eerste wat jouw lichaam zal gebruiken. Glucose. Het slaat het op als glycogeen, zodat het later weer kan gebruiken als energie. Als je koolhydraten gaat mijden, dan ben je zo ongelooflijk dom, wil ik zeggen, maar ik zal het niet zeggen. Want dan zullen de mensen natuurlijk weer op hun teentjes getrapt zijn. Maar koolhydraatarm eten is ongelooflijk dom. Het keto-dieet is ongelooflijk dom. Je zal het misschien voor 5 weken volhouden, misschien iets langer. En je verliest die eerste week, verlies je kilo's en kilo's vocht. Want glycogeen slaat water op. Dus als je geen glycogeen meer opslaat, omdat je geen glucose binnenkrijgt, omdat je geen koolhydraten eet, dan verlies je dus al dat water, waardoor je dus superveel in de eerste week afvalt. En je verliest 4 kilo in de eerste week. En je denkt, koolhydraatarm eten is heilig. Het is heilig. 4 kilo. Het is 3,5 kilo water wat je verliest. Oftewel, dat ze dit erbij zet, het is weer getarget naar onwetende vrouwen, meestal ook onwetende mannen. Ik generaliseer echt superveel, maar onwetende vrouwen, mannen. Dus daarom zet ze de koolhydraatarm bij, want koolhydraatarm, dat is wel goed. Oké. 250 gram Italiaanse roerbakgroenten, 125 gram magere rundgehakt, we weten allemaal hoe ongezond vlees is. En 3 eetlepels rode spaghetti saus, 3 eetlepels. Lekker droge pasta eten met 3 eetlepels saus. In de spaghetti saus zit niet veel calorieën, schep je hele bord vol met rode saus. Daar zit het minste calorieën in. In Italiaanse roerbakgroenten, nou, ik eet ook heel vaak avondeten dat ik geen graanproduct pak. Omdat het gewoon wel calorieën scheelt, maar niet omdat ik bang ben voor koolhydraten. Dus laten we zeggen dat 300 calorieën. Nou, dan zitten we op 1100 calorieën voor de dag. En dan s'avonds, dit vond ik ook altijd leuk. S'avonds staat er streng. Uitroepteken. Streng. Je mag niks in de avond. Je hebt om 6 uur avond gegeten en je zit op 10 uur op de bank niks te eten. Alleen maar te denken, ik heb honger, 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 ik heb honger. Dat is niet vol te houden op de lange termijn. Voor die klote 8 weken misschien. Maar zelfs dan, voor die 8 weken, ga je het niet volhouden. En doe je het wel, dan heb je daarnaast nog geen flauw benul. En je gaat weer in je oude gewoontes eten. Omdat je jezelf aan honger bent, want je eet 1100 calorieën per dag. Tenminste, dit is alleen de maandag. De dinsdag is niet veel meer. Dus je eet 1100 calorieën per dag als vrouw. Nou, gemiddeld heeft de vrouw 2000 calorieën nodig. Maar zoals ik al heb gezegd, dat scheelt ook weer per vrouw. Maar om een calorietekort van 900 calorieën, tuurlijk val je dan veel af. Tuurlijk denk je dan, Sonja Bakker is heilig, want ik heb geen verstand van afvallen. En als ik een kilo per week afval, dan is dat goed voor mijn gezondheid. Nou, dat is het niet. Deze boeken zijn gemaakt zodat jij ieder jaar opnieuw 2 nieuwe boeken van haar koopt. Niet zodat jij langdurig succes boekt in jouw lichaam, want daarvoor moet je de principes weten, daarvoor moet je gewoontes opbouwen, daarom moet je lekker eten, gevuld zitten. Dat zijn de superbelangrijke dingen die je nodig hebt om langdurig af te vallen. En het gaat er niet om hoe je er over 8 weken uitziet. Het gaat erover hoe je er over 5 jaar uitziet. Hoe je over 10 jaar eruit ziet. Of je dan nog gezond bent. Of je gezond gewicht bent. Of je over 20 jaar nog kan lopen. En met een ongezond lichaam, dan kan dat niet over 20 jaar, zeg ik nu. Maar misschien is dat 30, 40, 50 jaar. Het stapelt zo op over de jaren. En daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat niet om of jij over 8 weken 5 kilo of 10 kilo bent afgevallen, maar het gaat erom, zijn die kilo's over een jaar nog steeds af of zit je weer met hetzelfde gewicht, wel niet meer op de bank. En je denkt van, oh, er komt weer een nieuw boek van Sonja Bakker uit, ik ga die weer halen, ik ga me weer 8 weken aan die schema's houden waar je jezelf helemaal aan het verhongeren bent. Dus dat was het punt, dat de weekschema's gewoon totaal onzin zijn. Je eet te weinig, je eet slecht, je eet niet vullend en er staan van die onzin dingen in als koolhydraatarm.
Word moe van je, Sonja. Dan staan er nog ongelooflijk veel leuke dingen in, want er staan namelijk ook tips in. We gaan ze eventjes voorlezen en kijken wat er al niet klopt. Weektip: hou goed voor ogen wat je doel is. Bekijk je beginfoto nog eens. Bedenk welke beloningen je in het verschiet had versteld. Maar vooral bedenk hoe goed je je voelt als je straks je streefgewicht is gehaald. Oké, met het eerste ben ik het totaal mee eens. Hou goed voor ogen wat je doel is en bekijk je beginfoto. Dan ben je weer dankbaar voor de progressie die je tot nu toe hebt gemaakt. En je weet waar je het voor doet in de toekomst. Dan staat er ook: bedenk hoe goed je je voelt als straks het streefgewicht is gehaald. Dat is een illusie. Je gaat je niet onwijs goed voelen omdat je streefgewicht hebt gehaald. Maar je gaat je juist slechter voelen als je streefgewicht hebt gehaald. Als je op deze manier denkt. Want dan denk je: oh, ik voel me nou wel ongelukkig. Maar als ik straks 60 weeg, dan voel ik me pas gelukkig. En dan komt die 60 en wat blijkt? Je bent niet gelukkig. Je moet je op het moment zelf gelukkig gaan voelen. Daar moet je voor gaan zorgen. Je moet tevreden zijn met de progressie zelf. Met het proces moet je tevreden zijn. Op het moment gelukkig zijn. En naar dat moment toe, naar je streefgewicht, dan moet je ook gelukkig zijn. Het is niet: oh, ik ga me dan pas goed voelen. Nee, ik voel me nu goed en ik ga progressie boeken. Dat is het. Dan gaan we weer eventjes verder. Feit of fabel? Je kunt beter een light product pakken. Dat is altijd goed voor de lijn. Fabel staat er dan bij. Ondanks dat er minder of geen suikers in light producten zitten, zitten er vaak andere stoffen die niet goed zijn voor de lijn. Hou dus ook maten met light producten. Drink niet meer dan 4 glazen per dag. Hier ligt het totaal aan waar je het over hebt. Over welke light producten. Heb je het over light chips? Heb je het over light pindakaas? Of heb je het over light dranken? Vaak zit er in light dranken 0 calorieën. En die dranken worden zoet gemaakt door een zoetstof, bijvoorbeeld aspartaam. Die zijn gewoon veel zoeter dan suiker. En die brengen geen calorieën mee. Deze stoffen zijn bewezen dat ze geen kanker veroorzaken. Of je moet 20 liter op een dag drinken bijvoorbeeld. Dus ze zijn niet slecht voor je gezondheid. Ze voegen geen calorieën toe. Dus je hoeft hier ook geen maten aan te houden. Tuurlijk is water beter voor je. Maar je hoeft geen maten. Het is niet: oh, je mag 4 glazen per dag. Want daarna kom je aan. Dat is dus gewoon onzin. Maar light producten, bijvoorbeeld chips, pindakaas. Daar zitten nog steeds gewoon calorieën in. En calorieën zijn calorieën. Als je meer calorieën eet dan dat je verbrandt, dan kom je aan en val je dus niet af. Dus daarvoor zijn light producten dus niet goed als je daar te veel van neemt. Maar light dranken zonder calorieën, die kunnen dus totaal geen kwaad. Feitjes: wist je dat mannen doorgaans snellere stofwisseling hebben en hierdoor sneller afvallen? Niet eerlijk, maar helaas wel waar. Daarentegen zetten vrouwen over het algemeen meer door. Over het laatste zal ik niet commenten, want dat weet ik niet. Ik weet niet hoe dat precies zit in de wetenschap, of het bewezen is of niet bewezen is, dit en dat. Maar wist je dat mannen doorgaans een snellere stofwisseling hebben? Mannen zijn over het algemeen langer, groter, hebben meer spiermassa, waardoor mannen meer calorieën per dag verbranden. En hierdoor sneller afvallen. Dit is niet waar. Als een man 500 calorieën minder eet dan dat hij verbrandt per dag, valt hij evenveel af als een vrouw dat doet. Vet is namelijk calorieën, vet. 9000 calorieën is 1 kilo vet. Dus als jij in totaal 9000 calorieën minder hebt gegeten, dan val je dus 1 kilo af. Of je nou een vrouw bent, een man bent, een bank bent, of als je een vloer bent. Dat maakt allemaal totaal nul verschil. Wel is het zo, als jij 100 kilo weegt, dan is 1% per week meer dan als jij 50 kilo weegt. En over het algemeen zijn mannen zwaarder. Dus op die manier is het wel waar, maar relatief is het allemaal hetzelfde. Dus kun je niet als vrouw de excuus gebruiken: ja, maar ik ben een vrouw, ik val gewoon minder snel af. Ik heb meer moeite met afvallen dan jij als man. Want dat is bullshit. Tip: ga niet vaker dan 1 keer op de weegschaal staan. Zo heb je minder stress wanneer het een dagje minder is gegaan. Hiermee wordt dus gezegd dat een dagje minder is gegaan, als je dus niet goed aan deze schema's hebt gehouden, dat je wel eens zwaarder zou kunnen zijn. Het meest ideale is om iedere dag op dezelfde tijdstip, bijvoorbeeld na het plassen, 's ochtends vroeg als je nog niks hebt gegeten, te wegen. Iedere dag. En dan naar de weekgemiddeldes kijken. Aangezien jouw lichaam houdt de ene dag meer vocht vast. Als je iets meer zout hebt gegeten, als je iets meer in volume hebt gegeten, als je harder hebt getraind, dan hou je dus meer vocht vast. Dat verschilt per dag. De ene dag heb je net wel voor het wegen gepoept en de andere dag niet. Dat scheelt ook allemaal in gewicht. Dus iedere dag gaat het zo. Als je maar 1 keer per week weegt, dan kan het zijn dat je de ene keer op het hoogtepunt van die week hebt gewogen en de andere keer op het laagtepunt hebt gewogen. En dan
andere week dat het andersom is. En dan denk je van shit, ik ben zelfs aangekomen de tweede week. Terwijl het weekgemiddelde uiteindelijk omlaag is gegaan. Oftewel, je moet iedere dag wegen en dan de weekgemiddelde dus naast elkaar leggen. En niet per dag naast elkaar leggen en ook niet één keer per week wegen. Want dat is dus, dan kun je dus hele grote meetfouten hebben, omdat jouw gewicht zo fluctueert. En dan waren dat de dingen die ik wilde bespreken over Sonja Bakker en haar boeken. Conclusie, niet naar luisteren, niet kopen, niet aanhouden. Kijk meer van mijn video's om meer daarover te leren. Leer de principes daadwerkelijk van het afvallen. Leer de principes van spiermassa opbouwen. En zorg ervoor dat je dus daadwerkelijk progressie over de lange termijn boekt en niet de korte termijn, want we willen alles nu hebben. Alleen de mooie dingen in het leven, die kosten nou eenmaal tijd. Zo ook een goed lichaam, zo ook afvallen, zo ook gezond zijn. Hou dat in je achterhoofd. Hier, deel deze video met mensen die, waarvan jij denkt dat ze deze video echt moeten zien, de informatie echt moeten weten. Laat een like achter op deze video als je de video leerzaam vond, leuk vond. Laat een reactie achter met wat je van de video vond of nieuwe video ideeën. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, Ethical Gains. En dan zie ik je in de volgende video, dus echt, echt super bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Popping on the west side, cause it's where I stay. I just made 1,000, blew it in your face. I've been going